Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft gisteren het visserscollectief gevraagd de regering ruimte te geven om het illegaliteitsvraagstuk van bepaalde vissers aan te pakken. De bewindsman geeft aan dat de regering er geen baat bij heeft om de vissers het land uit te zetten. Er moet eerst een oplossing komen voor dit vraagstuk, zegt Getrouw. Nee, omdat de eerlijkheid er is om aan te geven dat jullie dat er illegaal is. Maar net wat ik zei, ik kan niet van het een op het ander moment nu zeggen van nee, jullie moeten allemaal weg, de illegale kunnen we niet opvangen, ze moeten weg. We weten dus dat het vissers zijn die allemaal naar een broodje uitkijken. Ja, jullie werken er naartoe. Het is ook ten voordele van de Surinaamse economie. Indien het zo ver komt, ja, dus dat jullie worden staande gehouden op de wateren en er wordt aangegeven dat jullie illegaal zijn, belangrijk is om het gelijk door te geven. Dan weten wij wel hoe ermee om te gaan. Want we zitten nu in een bepaalde situatie, toch? En want transformatie moest vinden plaats. Ja, hoe dit bezig. Snap je? En dan denk ik voorzien dat we boren dat we kunnen. Nee. De regering is op de hoogte van jullie situatie. De gevoelens, dat is van belang. Ja, dat is het. Ja? En hoe moest men gehoor op een vrij? En kom begaan. Hoe moest voor een oplossing? Ja? Ja. Mooie antwoord, man. Ja. Enkele vissers vroegen aan de minister hoe het staat met het onderzoek naar de vermoorde vissers. De bewindsman gaf aan dat de regering weet wat de gevoelens van de mensen zijn en dat zij ook de gewenste straffen eisen voor de daders. Ik wil alleen maar meegeven. Jullie hebben er geen hoogte van hoe wij meeleven met dit alles. Ja? En we gaan tot het uiterste toe. Om jullie dat veiligheidsgevoel weer te geven. We willen in de gelegenheid gesteld worden. De minister van Defensie was er de vorige week. En wat heeft hij toen gezegd? Binnen een week. Hij komt straks hier om aan te geven of hij zich daadwerkelijk aan zijn woord kan houden. Ja? Want daarover gaat het. Ik begrijp best wel wat er in die mannen omgaat. Want het is niet goed te praten. Maar wij willen ook in de gelegenheid gesteld worden. Om als regering de onderzoeken goed te doen en waar nodig de juiste straffen te passen. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. Hij sprak gisteren het visserscollectief toe tijdens een bijeenkomst die is gehouden bij de vissers Aanmeersteiger aan de Anton Drachtenweg. Tijdens die bijeenkomst heeft de minister van Defensie Ronnie Benschop meegedeeld dat de vissers vanaf vanmiddag 12 uur weer kunnen werken op zee.